afgelopen tijd een aantal nieuwe campingplaatsen bezocht. En nu gaan we weer naar eentje die voor ons heel bekend is. We gaan naar Op een Bult. Ik heb het nu al heel vaak voorgezegd. Dus hopelijk weten jullie nu zelf over welke rivier we rijden. En ook al is het vakantie, ook al is het nu 10:15, het is toch ontzettend druk op de weg. Dan weten jullie deze ook vast wel. We doen vandaag iets heel vervelends. We zijn met eigenlijk net droog weer vertrokken. Maar er zit een regengebied, het gaat achter ons aan. En ja, helaas nemen we dat mee naar de Achterhoek. Ja, deze is misschien wat moeilijker om te raden. Dus ik zal het maar verklappen, dit is de Nederrijn. Hier ook nog een mooie brug over de Nederrijn. Ja, en hier is de snelweg weer op. Hij staat op het bordje. Onze afslag. Stoomhoutzagerij. Ja. Ja. Ja, het zou ook zo'n beetje gaan regenen tegen de tijd dat we er zijn. Ja. Ja, we kunnen hem waarschijnlijk nog net droog neerzetten en dan gaat het regenen. Maar zie je daar? Ja, er staat mais. Er staat mais, dus we zien de bult niet. Het is vol, zie je dat? Ja, hij is vol. Moet je toch eens kijken. En ik had al meteen een mooi plekje gevonden. Wow, zeg op, dit is geen plek. Nou, ik dacht het wel hoor. Een hartstikke mooi plekje. Met zicht op de koeien. Het uitzicht. Vanuit onze camper. Maar ik denk dat dit keer geen vliegen wordt. Want de wei staat vol met mooie koeien. Kijk. De camperplaats. Vanuit de... stal genomen. Kopje in het maaien. Ja, mooi speelgoed. En met een prachtig uitzicht op de koetjes. Beginnen we aan de soep. Het is toch ook waar? Dan begint het te regenen. Hebben al die koeien zoiets? Maar wij gaan niet in de regen staan. Dus al die koeien gaan terug naar binnen. Mooi, ja. Ja, wel mooi, ja. Nou, we kwamen hier aan. En vrij snel begon het te regenen. Maar het is intussen 5:30. En het regent nog steeds. Dus Rob die is lekker in zijn bedje gaan liggen. Die heeft lekker een tukkie gedaan. En nou is het tijd om wat te gaan eten. Een lekkere salade. Het is 8:00 en het is eindelijk droog. Het heeft de hele middag aan één stuk doorgeregend. En dit is ook zomer in Nederland. Gisteren zijn we hier aangekomen. We hebben even met Rob en Heidi staan te buurten. En vervolgens kwam er een regenbui. En dan word je 's morgens wakker. En dan... alsof er niks aan de hand was. Moet je kijken. Ja, daar hangt een klein wolkje. Dat is echt alles. Wat een weer, hè. Hoe kan het toch verschillen hier in dit land? Maar ja, het goede nieuws is, dan waardeer je die zon natuurlijk wel steeds meer. Nou, we hebben vanmorgen al hazen zien lopen hier door het veld. Een roofvogel, heel veel zwaluwen. Dus leven is hier genoeg. De fietsen staan klaar. We gaan straks naar Groenlo fietsen. En daar staat hij weer. Hij is nog niet uit zijn bed of hij staat er weer te vliegen.
daar komt Rob weer aan. Op de maaier. We vinden mannen toch altijd geweldig, hè? Grasmaaien. En niet met zo'n doeding natuurlijk, maar wel met zo winnen. We maken geen reclame. Maar toch zijn er altijd mensen die het zonnepaneeltje in werking willen zien. Oh, nou deze gaat wel heel snel. Ja, Rob maakt er nu gewoon zijn eigen privéveld van. Want hij is toch gewoon met vliegtuigen aan het vliegen. En die gaan zo snel dat ik ze niet eens zie. Oh, hier gaat hij. Geweldig, geweldig. Ja. Nou, kijk nou toch eens. Opgestegen vanaf de camperplek. Want ja, naast ons staat op dit moment helemaal niemand. Je ziet dat de vogels achter het vliegtuig aangaan, ook weer grappig. Kijk, al die zwanen achter dat vliegtuig aan. Het is vrijdag. En op vrijdag dan ruik je de geur van vers gemaakte soep over de camperplaats. Ja, we zijn deze keer overbeladen ongeveer met onze camper. Want Rob heeft zijn halve vlieguitrusting meegenomen. Weer een ander ding. Hij gaat de fietsen zo opruimen. Hij zegt, ik ga vliegen vandaag. Morgen gaan we wel naar Groenlo. Nou, ik vind het best. Ik ben een puzzeltje aan het maken. Ik amuseer mezelf wel. Kijk, hier zat een zwaluwnest. En de zwaluwtjes die zijn toevallig eergisteren uitgevlogen. Maar het is wel heel bijzonder. En ja, dit is een hele open kapschuur. Kijk, daarboven kun je zien dat het echt open is. Dus voor vogels natuurlijk een perfecte plek om lekker te schuilen. Of een nestje te bouwen. Nou, en daar staan onze fietsjes. En wat we wel heel slim vinden ook, in verband met de brandveiligheid, wordt de stroom 's avonds uitgeschakeld. Kijk, dit is ook heel leuk. Ik heb dit bordje al vaker laten zien. Maar nu zijn er echte eitjes. Leuk hè? Ja, Rob die vliegt maar. De camperplaats is zo goed als leeg. In ieder geval in dit stuk is er helemaal niemand meer. Dus ja, dan kan dat, hè. En daar gaat hij weer. Daar zit ze weer, hoor. Ja, de puzzelen. Ja, het is weer een... Een lamme takkendag. Een lamme takkendag voor ons, ja. Ja. En soms zit het tegen. En dan moet hij dus over het weiland waar die koeien staan. En dan hoop ik dat ik de koeienvlaaien niet in de camper krijg. Thank you.
Buiten de camperplaats wordt ook al gemaaid. Wat een activiteit op de vroege morgen. Het is heel gek weer. Ik weet niet of het op de film te zien is, maar het is echt hele laaghangende bewolking. De zon doet echt zijn best om er door te komen, maar heeft het er toch best wel even een beetje moeilijk mee. Maar ja, het is droog en dat is gewoon super fijn. En het is lekker warm, want we zitten lekker buiten. Nou, ik sta hier gepakt en gezakt. En Rob, die hoor je wel, maar die zie je niet. Die staat weer te buurten. We gaan een eind fietsen. We gaan naar een edelsteenwinkeltje. Er is hier in de buurt van Groenlo een edelsteenwinkel. Maar daar worden ook de edelstenen geslepen en zo. Dus dat lijkt me heel leuk om een keer te zien. Dus daar gaan we naartoe. Daarmee fietsen we ook een stuk door het achterland hier van de camperplek. Ook eens een keer wat anders. Daarna gaan we naar Groenlo zelf. En tenslotte is het tijd voor friet. Dus dan gaan we hier in Groenlo een friettent zoeken. Nou, dat is een beetje het plan. Ben je klaar voor? Nou, dan gaan we vertrekken. Helemaal goed. Oh, het is op een bult. We moeten de bult op. Ja, wat dacht jij dan? Waar wij op uitkijken. We staan nu op de plek waar wij vanuit onze camper naartoe kijken. Want recht voor ons uit is de camperplek en zie je onze camper ook staan. Dus een beetje inzoomen. Kijk, daar is de camperplek. Nou, dit hadden we nog niet eerder gezien, maar het is toch ook weer heel mooi om hier te fietsen. Nou, het is weer heel mooi hier. Niet gedacht, hè? En we zitten hier toch weer in een mooi stukje Nederland, zeg. Ik laat jullie gewoon even een stukje zien vanaf het punt waar ik nu sta. Helaas hoor je wel de wind in de camera. Het waait windkracht 2, maar het lijkt toch wat harder. Het is wel meer. En je ziet dat er hier meer bulten zijn. Er ging een kat. Ja. Wat is het hier mooi. En als je nou in de verte kijkt, dan denk ik dat we de Groenlose kerk zien, met daarachter nog een kerk. Ik zou niet weten van welk dorp of stadje het anders zou moeten zijn. Maar het is hier echt prachtig om te fietsen. En daar hebben we er weer eentje. Weer zo'n mooi uitzicht. Mooi groen. Oh, prachtig. Groenlo, hè? Nou had ik de route zo gepland dat we via de schoolweg zouden rijden. Maar ja, waarom zat hier een bordje schoolweg? Is dat omdat de schoolweg is? Want een weg, die is er in ieder geval ook niet. De school is weg en de weg is ook weg. Alles weg. Dus we gaan terug. Ja, we gaan toch deze schoolweg die weg is, die gaan we toch fietsen. Nou, daar gaan we dan. Is het droog? Want anders was het ook nog je zakt weg. Ja, die schoolweg loopt hier nog rechtdoor. Nou, we maken even een klein ommetje om die schoolweg te vermijden. Helaas ook dood.
linksaf. Nou, even kijken. Sla linksaf bij de koehoorn. Wat zou dat zijn? Is dat hier al? Ja. Nou, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. We hebben het gevonden. Dat is het goede nieuws. Maar het is helaas gesloten. Nou, we gaan dus naar Groenlo. Nou, ik ben niet heel goed in routes uitzetten, ontdek ik. Want nu zijn we echt verdwaald. We zitten nog maar 3 kilometer van Zwolle. Dus kijken of we onze camper nog teruggevonden krijgen vandaag. Kijk, ja, dat vinden wij leuk. Daar staan weer een aantal lamaatjes bij elkaar. Nou, ze keken nog even op toen we stopten, maar nu hebben ze zoiets van, nou ja, laat maar. Maar we zien Groenlo liggen. We rijden parallel aan de doorgaande weg. En we gaan kijken of we daar dadelijk overheen nog aan de dorp kunnen. En dan zijn we gewoon in Groenlo. We gaan hier rechtsaf richting centrum. De vorige keer toen wij hier waren, zagen we dit, ik noem het even, ding staan. En toen dachten we, gaan we dat filmen? Want wat zou het kunnen zijn? Nou, het mysterie is opgelost. We kwamen iemand tegen en die kon ons vertellen dat dit een van de 6 brouwerijketels van de Grols was. En toen we toch nog even heel goed gingen kijken, zagen we hier wel een bordje staan. Hier staan we aan de andere kant van het water. Vorige keer zijn we buitenom gefietst. En nu fietsen we aan de binnenkant van de... Ja, eigenlijk ook aan de buitenkant van de stadswal. Maar aan de binnenkant van de gracht. Oh, mooi die muurschildering. En moet je kijken wat we nou zien. Wat is dit ontzettend mooi. Het lijkt wel een foto, maar het is een muurschildering. Hier vinden we een bord met een aantal highlights hier in Groenlo. En van hieruit heb je toch weer een mooi zicht op die kerk. En hier varen ze inderdaad over de grachten. En vanaf het bruggetje kun je nog mooi zien hoe ze voorbij varen. En hoe Rob hier heel geduldig staat te wachten. En we staan nu vlakbij die kerk. Nog steeds verscholen achter het groen. Ja, hier rijden we het centrum erin. Het is zaterdag. En gezellig druk in het centrum. En ook hier op het terras. Ja, ik had gezien, ja. We zijn weer bij René, bij de snackbar. Ja, ik zal hem er toch even opzetten. Ja. Ja, hier. Een frikandelleke. Dat is een echte. Oké, dat is wel een super XL.
Nou, daar zit hij dan hoor. Aan zijn friet. Kijk ze maar eens genieten. Ja, ja jij. Friet, ja, hè? Lekker. Je gaat weer geluk, hè, vanavond. Of vannacht. Ja. Weer lekker stoken door die muggen. Toch? Ja, maar het voordeel is... rimpels weg. Ingebult, rimpels weg. Ja, zet die pet maar weer gauw op. Ja. Kijk, en dit is wel weer leuk. Je zou zeggen, gewoon een gebouw. Klopt. Een schoolgebouw. Het Graafschapcollege. Dat is wat het nu is. Maar als je daarboven ziet, is het nog een oude meisjesschool. Dat is alweer even geleden dat dat apart was. En hier zien we een hele andere vorm van paaldansen. En dit zijn ook wel hele artistieke mensen. Moet je eens kijken wat een mooie kunst in de tuinen voor de ramen. Gaan we weer. En nou zagen wij het dus straks op dat huis, die muurschildering. Nou, het is hier nog goed vol. Kijk, wat leuk. Daar komen de dames weer aangelopen. Gisteren wilden de koeien niet naar buiten, was het te warm. En vandaag vinden ze het blijkbaar mooi weer. Want daar zijn ze weer. Ja, en Rob gaat de lijf alvast inklappen. Dat was wel het plan. Dat was wel de bedoeling. Ja, ja, we gaan morgen weg. En het gaat over een half uurtje regenen. Dus daar kun je maar beter ingeklapt hebben. Ja hoor, het regent. En de koeien willen weer naar binnen. Ze lopen allemaal weer naar de, ja, naar de poort, zeg maar. En de boer dacht, ik haal nog even gauw mijn spulletjes binnen voordat het nat wordt. Ja, we hadden eventjes een spannend momentje zojuist. Is dat zo? Ja, best wel. De tv die ging uit, maar de schotel ging niet naar beneden. De tv ging uit, alles ging uit. Ja, maar dat hadden we niet in de gaten. Nee. We merkten dat de tv uitging en dat de schotel niet naar beneden ging. En dat doet hij normaal altijd wel. Dus toen keek ik op de, zeg maar het display van de auto en dat was uit. Oh, accu plat. Shit. Ja, dus wij balen. Dus Rob zegt, oh, dan moeten we toch gauw aan de stroom. Maar onze Super B-accu staat, of stond ingesteld op 30%. Nou, weer geluk. Dus bij 30% ging hij inderdaad prima uit. Dus die hebben we nu eventjes teruggezet naar 20%. En alles doet het weer. Maar dat was even een momentje waar we geen rekening mee gehouden hadden. Nee. We staan nu 4 dagen los. En we hebben niet op stroom gelet, zeg maar. Alle lampen aan, alles aan, televisie aan, ja. Opgeladen. Zo, we gaan weer bijna naar huis. Dus we gaan even afrekenen. Dan loop ik hier even naar binnen. Kijk toch eens. En daar hangt het toch. Ja, het zijn weer de, het is weer de laatste afwas. Ik moet helaas weer naar huis. En dan zit het erop. Ja, dan kunnen we weer kijken waar we naartoe gaan. Ja, nieuw plekje weer zoeken. Maar even kijken, weer een nieuw plekje denk ik, hè? Niet een plekje waar we al geweest zijn. Ja, dan gaan de buurtjes. Houdoe! Ja, hetzelfde! Houdoe! Dit mooie plekje moeten we weer gaan verlaten. Nou, we zijn hier 4 dagen geweest en ja, dat was lekker genieten. We hebben weinig gedaan. We hebben 1 keer gefietst. We hebben vooral heel veel geluierd. En Rob heeft heel veel gevlogen op zijn privé vliegveld hier. En daar gaat hij. Dat is altijd zo'n rot moment, hè. Dan zit de vakantie er weer op. Nog even lozen en dan gaan we naar huis. Ja, hier staan nog wat mensen op het veldje. Maar er gaan er toch ook veel van naar huis. Nou, kijk eens. Nou, de vlag die wappert ons weer. Goeiedag. Ja, hij loost weer niet, hè. Maar ik kan jou wel garanderen dat er water in zit. Dus dat komt dat hij weer scheef staat.
Dus nu is de vraag, gaan we draaien of gaan we gewoon lekker naar huis? Nou staat hij weer mooi boven het putje. De andere kant schuin op en nu zijn we heel benieuwd wel wat uitkomt. Dan zullen we nou zien of dat er iets uitkomt. Ja. Nou ben ik benieuwd. Ja. Kijk, ja, ja. Dat scheelt een stukje. En nog eventjes een blik die kant op. Wat is het hier toch mooi. Nou, we gaan de bult weer af. Yes. Op naar huis. Hier gaan we weer de grote weg op. Linksaf. Dag Groenlo. Tot de volgende keer. Nou, hier gaan we linksaf. De autosnelweg op. Gek hè, die A18 was geen kip te doen en nou is het hier in één keer hartstikke druk hè. Ja, hij pakt nou mijn favoriete weg, ja. Kijk, als je hier weer naar beneden gaat over die A348, dan ga je weer langs Schelderendoom. En nou doet hij gewoon lekker simpel, gewoon rechtdoor, A12 en dan rijden we daar de A50 op. En ik snap niet waarom je dat de hele weg niet gewoon doet, dat is veel handiger. En hier hebben we weer een water. Ja. Zeg er niet bij welk. Want dat weten we intussen wel. Nou, ik ben benieuwd of jullie wisten welke dit was. Of welke dit is. De Nederrijn. De Waal. En ja hoor, daar is hij weer, de A73. Dus we zijn bijna thuis. Het is een mooi moment om weer even terug te kijken op de campertrip die wij gemaakt hebben. Nou, we zijn naar camperplaats op een bult geweest in Groenlo. En ja, we hebben eigenlijk heel weinig gedaan. Dat was ook de bedoeling. We hebben lekker geluierd. Rob heeft lekker gevlogen. We zijn... Heel veel groen gezien. We hebben heel veel, ja, we zijn... Groenlo is ook heel groen. En eromheen ook. Ja, dat bedoel ik. We zijn in Entwezen fietsen. Ja, dus we zijn ook nog even frietje wezen eten. Ja, en dat was het eigenlijk wel, hè? Ja. We hebben gewoon lekker genoten. Lekker rustig aangedaan. Gewoon lekker gecamperd. Ja, dat is vakantie. En dat is vakantie. Oh, we hebben niet vergeten. En dat is? We hebben weer leuke mensen ontmoet. Ja, we hebben heel leuke mensen ontmoet. Marcus. Ja, en Sabine. Sabine. Ja. Heel leuk. Ja, zeker weten. Ja, dus ik denk dat we dan jullie gaan bedanken voor het kijken. En bedankt voor diegenen die geabonneerd hebben. Ja, want we zagen dat er weer een aantal nieuwe mensen bij zijn. Dat vinden wij gewoon alleen maar hartstikke leuk. Zeker. We krijgen er niks voor, maar we vinden het wel leuk. Hartstikke leuk. Ja, welkom bij ons. Yes. En hopelijk blijven jullie het leuk vinden. Ja, en dan zeggen wij dankjewel voor het kijken. Graag tot de volgende vlog. En als je het leuk vond, vinden wij het weer leuk als je een duimpje wil geven. En dan zeggen wij houdoe! Houdoe!